Hallo allemaal, welkom bij onze volgende vlog. Hallo allemaal. Speciaal welkom aan de nieuwe abonnees. Leuk dat jullie er ook bij zijn. Ja. Dat vinden we echt heel leuk en ook de reacties die we krijgen. Zoals jullie zien zijn wij nu flink aangekleed. Het is voor ons... Voor onze gevoelens is het nou koud. Ja. Maar daar laten we ook in de volgende vlog zien waar we eigenlijk nu beland zijn. In deze vlog zien we nog steeds lekker weer. We hebben echt... Graten 14. Ja, 15 keer 19. Zon erbij, dus ja, dan is het gevoelsmatig gewoon zo lekker. Ja. Er was een stukje Cartagena waar we nog geweest zijn. En, supermooie stad. Ja, schoon. Veel historie zit er ook. Je kunt er eigenlijk ook met de camper wel goed slapen. Een makkelijke plek hebben gevonden. Toen zijn we richting Benidorm gereden, of naar Benidorm. Onderweg even gestopt bij snackbare Los Dos. Lekkere frietjes en frikandel speciaal. Super, super. Daarna Benidorm aangedaan. Druk was het daar, hè? Met veel overwinteraars. Heel veel Engelsen. Ja, heel veel Engelsen, maar toch ook wel Nederlanders ook nog wel mee erbij. En daarna was Altea. Dat verraste ons eigenlijk mooi. Ook wel. Heel mooi. Ja. Altea nog het dorpje gedaan. Dat is een mooi. Stuk rustiger natuurlijk als Benidorm. Ja. Maar ja, wel net zo mooi. Het is alleen een kiezelstrand. Nou ja, daar zouden wij niet zo heel erg vinden. Nee, maar wel een heel leuke boulevard. Ja. Heel leuke boulevard. Ja. En nou hebben we het laatste dorpje eigenlijk nog gehad. Waar was dat? Denia. Oh, Denia. Ja, ook heel, heel leuk. Dat zijn gewoon allemaal hele leuke oude dorpjes. Dat is gewoon allemaal historie. Daar houden wij wel van. Ja, He? Vind ik ook wel leuk. Ja en daar een beetje doorheen te shocken. Ja. En nu zijn we weer en route. En route. Nou, dus en wij... Richting het koudere weer. Ja. En wij wensen jullie veel plezier met het kijken van deze vlog. En dan zien jullie straks. Ja, veel plezier. Doei. Bye bye. Lo último que se pierde, aunque a veces me cuesta encontrarte, eres la sensación de fe que las cosas van a salir bien y la motivación que alienta mi alma. Y me da razón. Esperanza, te espero. Esperanza, esperanza, te espero. Esperanza.
me marca la dirección. Aunque a veces te pierda en el camino. Te esperé y volviste, siempre nos reencontramos. Me iluminas el destino. De mi corazón. Lopen door het oude gedeelte van Cartagena, de winkelstraat eigenlijk. Loop je makkelijk zo door de... Nee, een beetje naar links toe, een beetje naar rechts. Je ziet al, het allemaal marmeren vloer hier ook, het is super glad. Hartstikke chic. Hartstikke chic, ja. En ja, Cartagena heeft al meer te bieden als dit. Heel veel, veel van de Romeinse tijd. En nog te bezichtigen is, een oud theater, amfitheater. En dan een fort staat er nog ergens bovenop op de berg. Een oude tempel is nog te bezichtigen. Wow. De haven is nog te bezichtigen. En heel veel winkels en tentjes. Ja, heel veel winkels, maar echt heel mooi. Hè. Oude binnenstad. Ja. Ja, en ik zeg dat ook heel chic eigenlijk, hoe dat het eigenlijk bestraat is. Ja. Kom hier weer een mooi plein uit, ik zal hem even draaien. En we hebben ook een zeeman hier. Je weet maar nooit wat handig er is. Hier is dus onze slaapplaats. Bij het voetbalstadion. Hij staat hier hartstikke rustig. En de politie die komt 's nachts en 's avonds gewoon een aantal keren langs. Dus geen centje pijn. En dik bij het centrum moet je lang eens lopen. 5 minuten, 10 minuten, loop je in het, zit je in het historisch centrum. Goed plekje om te snurken. Thank you.
Nou, we lopen een stukje de Benidorm. Druk. Druk. Hè? Dat had ik niet verwacht. Ik had sowieso niet verwacht van dat dit Benidorm was. Ik kende het eigenlijk helemaal niet. Jij wel, hè? Ja. Ja, wel. Maar het is hier echt druk. Heel veel, denk ik, echt overwinterplaatsen voor heel veel mensen ook. Maar ik had dit helemaal niet verwacht. Zoveel. Oh, allemaal Benidorm-basis. Lijkt het wel op, ja. Je komt de ene scootmobiel naar de andere tegen. Maar ik kan het wel begrijpen dat ze hier zitten. Het is hier altijd gewoon lekker weer, relaxed. Super netjes. Ja. Ja. En ze geven 14 graden aan. 14 graden, ja. Even aan. Maar het is bloedje heet. Ja. We gaan nog even een stukje verder lopen. Zo. We zijn bijna aan het einde van de boulevard van Benidorm. Ja. Aan de ene kant lopen we zo meteen weer naar de andere kant toe. Het is toch best een hele trip. Huh? Ja, dat wist ik eigenlijk wel. Aardig praten. Dat wist ik eigenlijk wel. Ja, jawel. We kunnen daar ook nog een keer kijken. Van de andere kant. Van de andere kant. Ze lopen zo meteen weer de andere kant op van de boulevard. Wat eigenlijk ook leuk was, is dat we net iemand tegenkwamen die Quibus herkende. Ja, ons herkende ze ook wel, maar... Eerst Quibus. Eerst Quibus, hartstikke goed. Ja, dat is dus een volger van ons. Ja, nou, hartstikke leuk, uit België. Ja, grappig. Dat was echt grappig, ja. We stonden echt wel van te kijken. We stonden, hè, wat gebeurt er nou? Dus voor de eerste keer herkend. Superleuk. Ja. Sorry, we zijn wel vergeten te vragen naar de naam van de mevrouw. Maar hartstikke leuk dat je ons aansprak. Wij gaan weer de wandeling terugmaken. En dan gaan we even kijken wat daar nog te beleven is. Ja. Proberen af te koelen. Ik wil dat doen. Ja. Stilstaan. Dit was het weer voor deze week. Bedankt voor het kijken. Ja, en als jullie het mooi hebben gevonden, dan maar weer een... Duimpje omhoog. Duimpje omhoog. En? Abonneren, alsjeblieft. Hele fijne week verder en
tot de volgende keer. Doei doei. Ciao ciao.